Yo Nintendo fans! Ik heb Larry verslagen, Kira verslagen, ook deze kleine Poppy is verslagen. En hoe heet hij ook alweer? Hassel met zijn draak Pokémon. Die is ook verslagen. En nu gaan we door die deur om ook Gita te verslaan en zo echt helemaal Pokémon kampioen te worden. Dus ik kan alle duimpjes omhoog. Abonneer voor deze Pokémon trainer en het geweldige avontuur dat hij heeft beleefd. En dan gaan we ervoor. En we gaan gewoon naar het dak van dit gebouw. Op het dak waar Pokémon, waar de Elite Four is, daar gaan we dus onze Pokémon Battle houden met Gita. Ik ben heel benieuwd welke Pokémon zij allemaal heeft. Welkom Rickachu. Ik word er helemaal blij van dat jij je weg hebt gevonden door de Elite Four te verslaan. Hier richting het dak van de Pokémon League. En de laatste test is een gevecht tegen Gita, de top champion. Alles wat we moeten doen is winnen. Maar voordat we beginnen moet zij er nog even sorry zeggen ergens voor. Ik heb een gewoonte waarvan sommige mensen zeggen dat het niet zo netjes is voor de League voorzitter. Ze kan zich niet inhouden als het aankomt op Pokémon Battles. Oké. Misschien dat het daarom niemand is gelukt om recentelijk deze test te halen. Het is een beetje een probleem, zegt ze eerlijk. Maar jij zou het zomaar kunnen doen. Jij zou kunnen winnen, net als kampioen Nemona. Dus, ben je klaar voor de laatste test? Ik wil zien hoe groot jouw talent is. Let's go, Gita. Daar gaan we. What? Eindelijk is het zover, jongens. Champion Gita wordt uitgedaagd. Beginnen tegen Espathra. Die is volgens mij psychic. En Gita hoopt dat we haar kunnen verslaan. Ja, dit is dus wel al gelijk een probleempie. Ik kan Rage Fist doen, maar ik ga die daar niet daar in één keer mee slopen. Lumina Crash gaat mij ook niet in één keer slopen, maar doe wel pijn. Ja, het is jammer dat we nu met Annihilate zijn begonnen hoor. Daar gaan we, Rage Fist. Let's go. Espathra is wel down in één keer. Lekker! Oké, die zag ik niet aankomen. Maar dat is toch een redelijk goed begin. Ha. Gita zegt dat was de juiste beslissing in deze situatie. Dankjewel, Gita. Ik heb wel wat ervaring met Pokémon. Dan moeten we tegen Go-Goat. Ja? Grass? Vind ik een verrassende Pokémon. Vind ik niet per se iemand voor een Pokémon kampioen, maar maakt niet uit. Dan gaan we voor Titan. We kunnen over Kyloa Trail gaan. Maar het wordt Titan. Go-Goat voor de Pokémon kampioen. Die Pokémon zag ik niet echt aankomen. Go-Goat, dat vind ik wel een beetje een gekke keuze. Maar wie is jouw favoriete Pokémon van Gita? Laat het even weten in de reacties. Die heeft trouwens wel echt een hele vette shiny. Dan zijn ze horens goud en is ze wat fel en groen. Maar deze is niet shiny. En wij zijn sneller met Ice Spinner. Ja, dit is ook in één keer klaar, denk ik. Ja, dat had ik wel verwacht eigenlijk. Oké, okay. Bye bye Go-Goat. Wat heb je nog meer dan? Heb je nog wel goede Pokémon? Oh, je hebt ook King Ambit. Oké. Okay. Ja, die wordt natuurlijk dubbel gesloopt door Annihilate. Is het alleen te hopen dat Annihilate sneller is dan King Ambit? Misschien dat ik beter Quaquaval kunnen gebruiken. Ah, oh, ik moet sneller zijn. We gaan voor Close Combat. Ja, lekker. Nou, dan is het sowieso in één keer klaar. Versus Dark en Steel-type is King Ambit. Dus dat is vier keer super effective. Ja, dat is gewoon helemaal klaar. Oké, Gita. Dit gaat wel hard, moet ik zeggen, Gita. Dit gaat wel een beetje te hard, hè. Veluza. Oh, dat is die water-Pokémon. Dat is een vis. Die ben ik ook al een keer tegengekomen. Ja, dan gaan we natuurlijk Kyloa Trail gebruiken. Volgens mij heb ik gewoon een kampioensteampje, hoor, zo. We counteren alles van Gita. Veluza. Ja, dat is deze inderdaad. Die een beetje lijkt op Barracuda. Die is misschien wel sneller. Die is ook niet sneller, want Kyloa Trail is supersnel. We one-shotten iedereen. We one-shotten alle Pokémon van Gita. Ze heeft er volgens mij nog twee. Eén is een Avaluk. Dan zou ik King Ambit kunnen gaan gebruiken. We gaan voor Steel tegen Ice. En ik vraag me nog steeds af waar King Ambit nou eigenlijk op zit. Hier heeft ze nog maar één Pokémon, joh. Ja, Iron Head doen we natuurlijk. En dan zijn we ook weer sneller. Jeetje. Oh, maar Avaluk die overleeft het wel. Avaluk gaat nu voor Body Pro. Oké, okay. Nooit te vroeg juichen blijkbaar. Die had ook een super effective move. Quaquavel. Close combat. Afgelopen met deze Avaluk. Oké, je hebt toch één Pokémon vanwege uit weten te schakelen, Gita. En Avaluk is ook dan. Welke heb je dan als laatste? Glimmora. Is dat Fairy? Psychic? Het klinkt als Fairy of Psychic. Ik ga voor Klotsaier. I don't know. Deze Pokémon ken ik nog niet. Klotsaier, let's go! Gita zegt, denk maar niet dat je al gewonnen hebt. Ah, ergens denk ik wel dat ik gewonnen heb, hoor. Oké, wat is dit voor Pokémon, joh? Level 62. Als die Fairy is, dan is Poison Jab super effective. Wees het licht dat de gids is voor alle trainers, zegt Gita. Hier gaat ze terrestrializen. Hoppakee. Nou, nu gaan we waarschijnlijk zien wat voor type dit is. Is dat... Dat is geen ground? Is dat... Rock? Is het... Ik denk dat het rock is, ja. Oké.
Dan heb ik niet per se de goede keuze gemaakt. Ik kan natuurlijk nu wel een ground-type move doen. We gaan nu allebei poisoned raken. Althans, Klotsaar nog niet. Maar de Pokémon die ik hierna ga ingooien wel. Earthquake zou dan moeten werken. Earth Power doet ook pijn op mijn hoofd. Oké. Je wil het zo spelen. Dan ga ik nu toch echt wel weer voor Quackwabble. Jij mag het finishen. Let's go. Voor de zekerheid ga ik nog terrestrializen. En dan liquidation doen. En dan hoop ik dat het helemaal klaar is. Dan hoop ik dat we hiermee Pokémon kampioen worden en Gita verslaan. Dat doen we dan gewoon met onze starter Pokémon waar we ook mee begonnen zijn. Dazzling Gleam. Helemaal goed. Liquidation. Hoeveel pijn ga ik jou daarmee doen? Atsuflatsy. Super effectief. En ook Glimmora. Is helemaal weg hoor. Is helemaal weg. Dat was de laatste Pokémonnetje. We hebben het gefixt. Lekker. Ja, en we krijgen applaus van Gita. Je bent nog sterker dan ik me had voorgesteld. Dankjewel Gita. Dankjewel voor je applaus. Zoveel skill, zoveel kracht. Paldea heeft opnieuw een trainer waar ze trots op kan zijn. Gefeliciteerd Rikachu. Het is een eer dat ik je nu kampioen Rikachu mag noemen. Yo, en Rika is daar ook. Die zegt ja, nu ben je echt klaar om te gaan. Waar naartoe? Good to go for what? Hey, Poppy. Ja, Poppy is zo schattig. Die is echt leuk. Larry houdt het bij een simpele gefeliciteerd. Oh, en Hassel, die moet weer huilen. En Gita die zegt, jullie Pokémon trainers, jullie zijn de schatten van Paldea. En tussen die schatten schijnen de kampioenen het felst. Kampioen Rikachu, nu is het jouw taak om een voorbeeld te stellen voor alle trainers in Paldea. Ik loop met je terug naar de ingang. En daar staat iemand die je waarschijnlijk wel kent. Ja, dat moet Nemona wel zijn. Dat kan niet anders. Hier begon het. Hier, bij de ingang van de Pokémon League. Rikachu, Rikachu. What up, Nemona? Die zegt, ah, ik kan het al zien aan je kop. Jij bent gedaan, hè? Je bent Pokémon kampioen. Ja. We hebben het gefixt. La Primera had al een berichtje naar haar gestuurd dat ik de elite test had gehaald. Ze zegt, ik ben een kampioen en nu ben jij ook een kampioen. Nu zijn we gelijken, jij en ik. Geweldig. En nu dat je hier bent, heb ik maar één ding te zeggen. Ja, jij wil zeker nu gelijk weer battelen met mij. Laten jij en ik de beste rivalen zijn voor de rest van het leven. Nou, inderdaad. En wat doen rivalen? Battelen! Ben je er klaar voor? Gita die zegt, nou rustig aan kampioen Nemona. Ja, even, mag ik eerst mijn Pokémon nog even healen en zo? En even lekker uitrusten? Wat verdorie joh. Even chillen man. Ze is wel heel enthousiast. Onze battle moet op een speciale plek gehouden worden, zegt Gita. In Mezagoza. Laten we dat in Mezagoza doen. En Nemona heeft eindelijk haar grootste schat gevonden. Namelijk een echte rivaal. Iemand die zich kan meten met Nemona zelf. Doei. Oh, je wil nog wat zeggen? Ja, we gaan battlen in de battlecourt in Mezagoza. Gaan we doen, Nemona. Ja hoor. Gita is een klein beetje jaloers op het respect dat wij voor elkaar hebben. En de echte kracht van kampioen Nemona, die heb ik nog niet gezien volgens Gita. Ja, dat is vet. Oké, dus daar komt nog een toffe battle aan. Dus er staat nog een hele mooie battle te wachten tegen kampioen Nemona. Dat gaan we doen in de volgende video. Volgens mij is er nog een hele hoop te doen in deze game. We kunnen ook nog naar Area Zero, waar ook nog allerlei verrassingen zijn, denk ik. Dus deze serie is voorlopig nog niet afgelopen. Abonneer je, doe het duimpje omhoog en mis niks. Mazzel!